De gemeenteraad van Pelemaas heeft dinsdag gekozen voor de Waterlood in Panningen als locatie voor het gemeentelijk zwemwater. De raad moest kiezen tussen de Waterlood en camping De Helderse Bossen. We hebben er jarenlang aan gewerkt en je ziet nu dat het resultaat heeft. Dus wat dat betreft, wij zijn tevreden. En we zijn ook blij dat de raad in zo'n grote meerderheid voor ons plan gekozen heeft. Dus voelt goed. En we gaan full swing aan de gang om 1 januari de exploitatie over te nemen. Het zal je niet verrassen dat ik hier toch teleurgesteld sta. Het zat er een beetje aan te komen. Ik begrijp ook de argumentatie. Ik had het heel graag anders gezien. We hebben een fantastisch plan. Het was heel mooi geweest voor alle inwoners van Pelemaas. Voor alle verenigingen, voor alle doelgroepen. Voor alle kampeerders van Pelemaas. Maar democratie is democratie, dus ik feliciteer van harte de werkgroep Behoud Waterlood met dit resultaat. Ik hoop dat ze er iets fantastisch van maken, waardoor in ieder geval de complete gemeenschap er ook echt iets aan heeft in de komende 15 jaar. Het plan werd met 1 stem tegen aangenomen. Raadslid Peter Kraalmeer van Lokaal Pelemaas stemde tegen, omdat het plan van camping De Helderse Bossen volgens hem meer voordelen had. Het had ook voor de hele regio een aanzuigende kracht kunnen zijn, want ze zitten allemaal te worstelen in de regio van een goed zwembad wat niet voldoet aan alle eisen. Hier was een nieuw zwembad gekomen wat aan alle eisen had voldaan, van alle doelgroepen en alle wensen. En daarom heb ik gezegd, die mensen wil ik graag helpen. Alleen, ik heb de indruk dat ze het gewoon niet begrijpen. Dat vind ik heel erg jammer. Want ze hebben nu gekozen voor het oud zwembad, terwijl ze een nieuw hadden gehad voor hetzelfde geld. Plus, ik denk, voor de regio en het toerisme wat we hier naartoe hadden kunnen halen, denk ik dat we ook onze ondernemers, zowel in Helden, want het wordt langzaam maar zeker een slaapdorp, wat ik heel erg jammer vind, en Panningen, dat we daar een aanzuigende kracht voor hadden kunnen krijgen. Natuurlijk hadden wij onze beleidsfilosofie van hoe gaan we het aanpakken in de komende jaren. Dat pakken we gewoon weer op. Daar hoorde een bepaalde aanpassing van onze zwemaccommodatie hoorde daarin. Dat had met name te maken met het creëren van een waterspeeltuin voor kinderen. Dat had met name ook te maken met een indoor accommodatie voor al slecht weervoorziening. Dit plan dat gaat nu de ijskast in, maar we pakken onze oorspronkelijke filosofie pakken we gewoon weer op. En we gaan gewoon door met ademhalen en het bedrijf zal er echt niet aan kapot gaan. Voor de partijen was het besluit niet eenvoudig. We hebben duidelijk te merken dat het voor ons echt een duivels dilemma was. Er zijn positieve voordelen voor de Helderse Bossen, maar ook voor de Waterlood. En uiteindelijk heeft daar duidelijk in meegespeeld dat om het zeg maar mogelijk te maken bij de Helderse Bossen, moet er een lening worden aangegaan die de gemeente moet verstrekken. De gemeente moet die lening aangaan en krijgt natuurlijk wel weer de lening vergoed door Helderse Bossen. Maar dat is een zodanige zware druk op de financiën van de gemeente. En we hebben het dit moment niet meer zo breed. Hè. Er zijn wat financiële tegenslagen geweest, er zijn wat dingen gebeurd. Dus het is gewoon dit moment voor de gemeente te zwaar om die financiële componenten nog bij te hebben. Ja. De partij Anders Nu stemde onder protest voor de Waterlood. Voor een goede besluitvorming had eerst duidelijk moeten zijn of de camping wel of niet verkocht wordt. Een voorbereide motie van PvdA GroenLinks werd niet ingediend nadat wethouder Paul Sanders toezegde begin november met een raadsvoorstel hierover te komen. En ja goed, we hadden de indruk van wanneer gaat het nu naar de raad toe komen. We wisten dat het college ermee bezig was. En om ervoor te zorgen dat het ook daadwerkelijk allemaal bij de raad terechtkomt, hebben we in ieder geval die motie achter de hand gehouden. Maar goed, de wethouder was zo helder in zijn bewoording dat hij de toezegging heeft gedaan dat we in oktober, uiterlijk november, in de raad gaan praten over de toekomst van de Helderse Bossen. Ik kan niet anders doen dan de politiek ervan te overtuigen dat het hebben van deze camping in zijn huidige vorm, met de huidige betekenis voor heel Pelemaas, met name voor Helden, Panningen, maar eigenlijk voor de hele regio, dat die enorm is. De discussie over verkoop vind ik op zich prima, maar wees je ervan bewust dat je een discussie voert over het kwijtraken van een heel belangrijk bedrijf. Ik denk dat het ook helemaal niet nodig is. We zijn hartstikke gezond. We leveren ontzettend veel bijdrage aan de gemeenschap.
We realiseren een enorme spin-off voor de economie. Dus, maar goed, die discussie krijgen we in het najaar. En ik zie je tegemoet. De initiatiefnemers voor renovatie van het Panningse zwembad zijn afgelopen week bij de notaris geweest voor de oprichting van een stichting. Vorige week zijn wij in een gesprek geweest met de notaris om een stichting op te richten. Stichting Beheer de Waterloot zal die naar alle waarschijnlijkheid gaan heten. Met de gemeente zullen we nog een aantal gesprekken om de puntjes op de i te zetten over hoe wij met elkaar en wat wij met elkaar gaan afspreken. Exact voor de komende 15 jaar hoe die onderlinge communicatie zal zijn. En vervolgens, wij zullen in ons plan hebben wij nodig een commerciële exploitant aan onze zijde. Dus die keuze zal gemaakt moeten worden. En we gaan daadwerkelijk met vrijwilligers weer even aan de gang om 1 januari te kunnen starten.